En voor de gouden tip in de volgende zaak ligt een beloning klaar. 10.000 euro. Die hoge beloning draait allemaal om een man die in zijn vrije tijd tatoeëert. Hij is 33 jaar, opgegroeid in het voormalig Joegoslavië en sinds 2001 in Nederland. Tegenwoordig woont hij in Wageningen, de wijk Tarthorst, pal tegenover het winkelcentrum. Het is dinsdagavond 5 februari. Na een dag werken en een familiebezoek komt hij om 9:50 thuis. Soms tatoeëert hij daar 's avonds nog kennissen. Hij heeft er een hele uitrusting voor. Maar deze avond verwacht hij niemand. Toch is hij niet alleen. Kort nadat hij zijn eigen drempel overstapte, heeft iemand hem neergeschoten. Ja, dan lig je daar zwaar gewond, maar meneer Leijman, slachtoffer heeft nog net zelf de hulpdiensten kunnen bellen. Ja, dat klopt. En hij is meteen naar het ziekenhuis gebracht. En daar is hij in kritieke toestand op de intensive care opgenomen. Het had niet veel gescheeld of de man had het niet overleefd. En dat komt omdat hij in zijn vitale organen was geraakt. Inmiddels is hij herstellende en gaat het langzaamaan wat beter met hem. Nou, goed om te horen, maar een ernstige zaak dus. Vandaar dat er een beloning van 10.000 euro is uitgeloofd. We zijn op zoek naar een man die het slachtoffer zonder pardon heeft neergeschoten. Die man die stond zomaar opeens in de woonkamer van het slachtoffer. Was dat een inbreker? Ja, het slachtoffer heeft hem in een flits gezien en schrok daar zo van dat hij direct naar buiten wilde. Daarom weten we ook niet goed waarnaar die indringer op zoek was. Het is natuurlijk wel heel extreem dat een inbreker direct op iemand schiet. Het is toch wel de vraag om welke reden hij daarom binnen is geweest. En omdat het allemaal zo snel ging, hebben we ook geen duidelijk signalement van die man. Die is meteen daarna weggevlucht. Hij kan vorige maand, het was toen dinsdagavond 5 februari, wel eens gezien zijn door getuigen in de Wageningse wijk Tarthorst. U zoekt een aantal hele specifieke voorbijgangers. Ja, klopt. Tegenover de woning van de slachtoffer zit de supermarkt C1000 en daar hangt een camera. En op die camera is op de achtergrond het huis van de slachtoffer te zien. En op de beelden zien we rond 9:50 een kleine, lichtkleurige, vijfdeurse personenauto rijden. Met de inzittenden van die auto komen we graag in contact, omdat zij mogelijk iets belangrijks hebben gezien. We gaan verder naar de volgende beelden, want niet veel later passeert een andere auto de woning. Ja, dat was waarschijnlijk een donkerkleurige station wagon. En ook met de inzittenden van die auto willen we graag spreken. En hetzelfde geldt voor een fietser die langs de laad- en losplek van de C1000 reed. En ook hij of zij kan iets belangrijks hebben gezien. En nog even voor de duidelijkheid, al deze beelden staan uiteraard ook op onze site opsporenverzocht.avo.nl. Dat huis van het slachtoffer ligt op een doorgaande route waar heel veel studenten langskomen. Ja, de wijk waar het slachtoffer woont ligt tussen de Universiteit van Wageningen en het centrum. En het kan dus zijn dat er fietsers of andere passanten zijn geweest die bij die woning aan de Tarthorst het slachtoffer hebben zien liggen of iets anders hebben gezien wat met dit incident te maken kan hebben. Met die mensen komen we ook heel graag in contact. En heeft u de tip die leidt tot de oplossing van de zaak, dan looft de hoofdofficier van justitie in Oost-Nederland een beloning uit van 10.000 euro. Weet u meer over het schieten op dinsdagavond 5 februari in een huis aan de Tarthorst in Wageningen? Bel dan de opsporingstiplijn, meld misdaad anoniem of de criminele inlichtingeneenheid.